Ja, we waren met X-Lect Sally, enfin, ik was bezig met X-Lect Sally aan een productie voor Wim van de Keijbus. Vraag me niet meer welke. En daar kwam er een liedje in, een soort Tiroler lied, die moest gezongen worden. En om dan naar het einde toe om het helemaal de prak in te spelen. En er was maar één zanger die volgens mij ook genoeg Duits kon. En dat was Mauro. Ah, we zeggen. En Mauro is dan in die studio gekomen en dat is ja, eind 80 zoiets. Ja, ja, dat moet zoiets zijn. Eind 80, ja. Dat was de eerste opdracht. Kleine Lulu, aha, oeh, und ich guck so, aha, oeh. Ja, dat was onze eerste ding. En, ja, maar ik kende toen al, ik was toen al fan van Evil Superstars. Vond ik super. Vond dat beter dan Deus. Maar mocht dat zo luid, zo, het is van een mocht dat zo luid niet zeggen. Ondertussen vind ik deze beter, want ja, het is lang geleden dat we iets van die Superstars hebben gehoord. Dus we moeten er eens onze PR beginnen werken. En voilà, maar dan gaat er zo parallele wegen en België is klein genoeg dat er zo wat bochten zijn dat je elkaar tegenkomt. En... There will come a time when everybody who is lonely will be free to sing and dance and love. Time when every evil that we know will be an evil that we can rise above. Ik ben van Heuse Zolder afkomstig. En zoals dat gaat, was er één jeugdhuis of één jeugdcafé. En dan komen zo wat toen, ik was 14 jaar, wat voor mij toen oude mannen waren, van 30 of zo, 32. Hè. En dat was een goed de gast die zo. Ze hadden daar ook LP's. En in de café, en dat was iemand die zo heel goede muziek draaide. Ik vroeg altijd, wat is dat? En toen vroeg die, kent jij Frank Zappa? Ik zei, ja, ik heb er wel van gehoord, maar ik ken er geen muziek van. Die zei, kom maar eens naar mijn thuis, wat altijd heel verdacht. Ik denk, maar bij die was het echt om die reden. Spijtig genoeg achteraf, nee. Maar, en toen zette die Overnight Sensation op, ik weet nog heel goed, Zombie Wolf. Ik hoorde dat en... Echt waar, zoals ze dat in een slechte film zouden zeggen van ja, en toen ging er een wereld voor mij open. Dat was dus echt zo, hè. Ik zo, wat is dit? En dat was echt zo, wow! En dat vergeet ik nooit. Ja. En voor jou, Peter? Mijn was eigenaardig genoeg op de dansvloer. Dus echt, wow. Mensen die mij kennen, die gaan nu in de lach schieten. Want die, dus zoals ik kan alleen maar dansen op Ian Dury en zo op niet verkeerd, spastische... Nee. Ja, maar goed, ja. Al een beetje David Byrne-achtige spasmes. Maar dat werd toen nog getolereerd. En ook in de hoop bij Waregem was er elke zaterdagavond. En dat was het echte dancing fool. Een paar ja, echt Zappa-nummers, die waren goede DJ's. Hè. Wow. Dus die draaiden gewoon die nummers op van die funky wow. Joe's Garage dingen. Hè. En daar werd er wild op gedanst. Dat was fantastisch. Hè. Dus ik heb het eerste dat voor jou. Dancing Fool. Allee. De dingen liggen vast, maar ook de chaos, de chaos ligt niet vast, maar die is wel, we weten wanneer dat erin komt en we weten ook dat de mensen die chaos veroorzaken ook zo elegant moeten zijn om de deur te wijzen langs waar dat een uitgang is, dat iedereen, dat we weer samen kunnen op pad gaan. Dus dat is eigenlijk een beetje dynamiek zo, dus tussen de dingen die helemaal vast liggen, de dingen die helemaal niet vast liggen. En dan zijn er een aantal manieren om van het een naar het ander te zwerven. Een heel grappig nummer dat heb gevonden is Honey, don't you want me, man like Yellow me. Snow. Nee. Honey, is dat live in New York. En ik ken het niet. Was a lonely type, een Irish setter. Of zoiets, dat vind ik een heel grappig nummer, ja.
Ik vond eigenlijk de dingen vond ik heel goed. De, wat is dat zo? Welcome to the United States van de Yellow Shark. Ja. Ik heb dat gekend. Dus je hebt zo het formulier die je op het vliegtuig krijgt als je naar de States gaat, die je moet invullen. Je moet dan zo je naam, dit en dat. En dan alle soorten vragen. Hè. Maakt het deel uit van een terroristische beweging. Dan moet je invullen, yes or no. Enzovoort. Hè. Je hebt de drugs mee, yes or no. Je hebt de wapens, zit in de wapenhandel, enzovoort. En hij heeft daar een stuk muziek mee gemaakt. En dat was een Duitse acteur die dat in het Engels kwam, een beetje gelijk, hoe heet dat ding op tv nu weer? Hallo, Duitse zo, Engels. En dat was ook wel heel tof. En altijd van, say yes or no. En op een bepaald moment zegt heel het orkest, yes or no. En dan op het einde was het ook van, dat vond ik zeer goed. Trouwens, dat zou een zeer goed nummer zijn nu, met het geval van Trump. Dus op het einde was het van, maakte deel uit van de nazi-partij, of heb je nog banden met de nazi-partij, say yes or no. En toen was er een die zei, yes! En dan zei hij hem, welcome to the United States of America. Nee. Dat vond ik eigenlijk wel zijn beste. Giga, ik heb hier al een keer gestaan met Autospeak, Teun Verbreuk en Jozef Dumoulin. Maar ja, natuurlijk, hè, ik vind dat fijn hier. Hè. Ja. Waarom zou ik het niet fijn vinden? Ja. Zeker met de Flat Earth Society, ik vond dat super fijn. Ja, het is super. Hè. Het is een heel mooie locatie. Het zijn iets te veel tenten om iets van de locatie te zien, maar goed, we kunnen het ons nog inbeelden. maar ja, dat publiek is ook top. Hè. Passeert ook goed, denk ik. Hè. Zeker vandaag vond ik het wel. Vond de Moondog zeer goed eigenlijk. En, ja, ik hoop zo een beetje dat het een beetje. Hoe moet dat zeggen? Dat buskruid in de urinoirs mag blijven gaan hier. Dat het zo maar een beetje blijft in de fik steken ook. Zo, dat, dat,